Ja? Goedemiddag nogmaals. Volgens mij zie ik een paar gezichten die ik eerder zag. Uh, effectief werk voorbereiden. We hebben nieuwe mogelijkheden dankzij digitalisering. Dat is wat wij zeggen met werk voorbereiden. Als we over werk voorbereiden praten, praten we eigenlijk over alle werkzaamheden... Die tussen de aanvraag van de offerte en de productiebewerking zitten. Dus dat is niet alleen het maken, maar is ook de offerte maken die daarbij hoort. Dat hoort ook bij de offerte, want daar wordt vaak al in vastgelegd wat er uiteindelijk gemaakt moet gaan worden. En als dat niet overeenkomt met hoe je het gaat doen, dan zou je maar zo een grote mismatch tussen de geschatte kosten en de werkelijke kosten kunnen hebben. En dat kan dan twee kanten opgaan. De ene kant is niet zo erg, maar de andere kant is wel erg. Verschillende taken kunnen vaak over meerdere medewerkers, maar ook over meerdere afdelingen verdeeld worden. Niet alles van werkvoorbereiding hoeft per definitie bij de werkvoorbereider op het bureau te liggen. Het kan op meer plekken kan het gebeuren. Relevant daarbij is om dat te proberen te doen en neer te leggen op die plek. Waar het, het meest effectief en efficiënt gedaan kan worden. Doel van de werkvoorbereiding. Dat is een hele mooie. Het doel van werkvoorbereiding is om strategisch geformuleerde doelstellingen op een zo effectief mogelijke manier te bereiken. Ik kan het zelf niet bedenken, maar dat is wat uh, degene die. Zo'n boekje uh, schrijft. Uh, en wat ook gewoon trouw is. Dat is Jo van de Put. Jo van de Put heeft jaren. Eigenlijk voor de Kamer van Koophandel. Heeft hij gewerkt om bedrijven te ondersteunen. In de, op dit terrein. Uh, sinds vorig jaar. Uh, heeft de Kamer van Koophandel gezegd dat. Uh, dat doen we niet meer. deze activiteit. En dan is hij bij Metaal Unie in dienst gekomen. Uh, en mocht u vragen over dit soort zaken hebben. dan is hij ook een van de personen. U het vers met eventuele aanpassingen binnen uw organisatie zou kunnen helpen. Als we praten over werkzaamheden, dan hebben we de verkoopafdeling, de administratie, werkvoorbereiding, productieafdeling. En misschien is er nog wel een andere afdeling, de ICT, die er ook heel belangrijke bijdrage aan zou kunnen leveren. Met behulp van het maken van overzichten, eh, zeg maar zaken aan elkaar koppelen, tijden kunnen vergaren en al dat soort zaken. Ja. Uh, je, kunt, je kunt bijvoorbeeld uh, in de werkvoorbereiding met de ICT kun je zeggen van wij hebben standaard uh, aannames. Als een product niet groter is dan 15 centimeter, dan kunnen we 260 kantjes per uur doen in een, in een, in een serie. Maar is die groter dan 50 centimeter, dan kunnen er nog maar 180 kantjes per uur. Nou, dat kun je dus ook gaan uh, digitaliseren in je, in je werkvoorbereiding. Maar dan gaat ICT daar een belangrijke rol bij spelen. Ja? De vraag is dus iedere keer hoe kunnen we het meest effectief komen tot een goede werkvoorbereiding en uh, dat we dus uh, de zaak ook in één keer goed doen. Als we daar naar kijken, dan kijken we naar een kostenoptimum. En kijken we naar het kostenoptimum, dan hebben we hier even de kosten staan, we hebben hier de tijdsinspanning staan en we hebben hier eigenlijk zeggen, we hebben de productontwikkelingskosten. We kunnen steeds verder gaan met het uitzoeken hoe we iets moeten doen, hoe we precies voor moeten schrijven. Maar goed, daar gaat tijd en energie in zitten om dat steeds verder te gaan. Want als het hier zit, moet je ook alles beschreven hebben, want anders heeft het geen zin om tot hier te komen. Hetzelfde is met productiekosten. We kunnen steeds meer mallen, duurdere mallen, betere mallen maken. Maar waar is nou het ideale moment? Het ideale moment. Zit dan ergens hier en dan kijken we eigenlijk naar de gezamenlijke kosten. Waar is dat dan eigenlijk het beste punt? En dat is in dit voorbeeld dan toevallig komt dat hieruit. Ja, daar is dan het meest ideale punt. Hier is ongeveer hetzelfde kostenniveau. Maar ik ben hier verder ontwikkeld, ik ben daar verder ontwikkeld. Dus we gaan nog een klein stukje verder om op die terrein te komen. Dit is eigenlijk iets wat... Bij ieder project, bij ieder product wat u maakt. met een werkvoorbereiding eigenlijk vastgesteld moet worden. Dat wil niet zeggen dat het altijd even complex hoeft te zijn. maar uh, het is wel zaak om er op die manier naar te kijken. Of je moet zeggen: van wij, wij calculeren op een hele andere manier. Wij doen het zo. Ja, dan zeg je: je doet het op onderbuikgevoel, je doet het op ervaring, maar. Heel vaak is onderbuikgevoel. Eh, laat ook nog wel eens te wensen over van wat er dan uit gaat komen. Dus eh, wij adviseren in ieder geval om naar zo'n systeem te kijken. En u moet naar uw eigen organisatie kijken om te zeggen: van hoe ver eh, gaan wij daarmee en waar ligt dat punt voor ons? Praten we over eh, werkvoorbereiding, dan hebben we over het offerte Wat gaan wij aanbieden? Nou, dat is al moeilijk genoeg. Want de vraag is niet altijd even helder van onze klant. Dus om dat gewoon duidelijk te krijgen, is wel zaak om daarmee aan de gang te gaan. We gaan naar productontwikkeling. Als wij weten wat we aan moeten gaan werken, dan weten we ook wat we voor de klant moeten gaan ontwikkelen. We gaan eigenlijk dit pas doen als we ook echt weten wat we moeten gaan doen. Want anders zijn we gewoon weer dubbel werk aan het doen. Dus dan kan je beter nog even teruggaan en de juiste vragen stellen. Werkvoorbereiding voor de productie hoe gaan we de gevraagde producten maken? Dat moeten we dus eigenlijk bij het maken van de offerten al in het snotje hebben om tot een juiste kostprijs te kunnen komen en de juiste uh, verkoopprijs te kunnen bepalen. De planning, het tijdsverloop, wanneer doen we wat? Uh, wellicht hoort er ook nog bij van uh, wie doet het? Gaan we iets inkopen, gaan we iets uitbesteden, gaan we alles zelf doen. Allemaal dingen die erbij horen om tot een goede werkvoorbereiding te komen, maar ook tot een goede offerte te komen. Offertetraject, productontwikkeling. Als we naar productontwikkeling kijken, dan hebben we eigenlijk drie delen hier zo: we kijken naar de functionaliteit die gevraagd wordt, ja? we kijken naar de risico's, ja? en we kijken of het product ook goed uh, opgebouwd wordt en welke kosten daarbij komen. Ja, dus het gaat wel gedetailleerd, maar ook hier weer, u moet kijken naar de details die binnen uw eigen productie weer van toepassing zijn. Uh, maak ik eenvoudige componenten, dan hoef ik minder ver te gaan dan ik echt samenstellingen ga maken, want dan vraagt dat eigenlijk veel meer aandacht. Zo dat we weten gaan we naar het calculeren van de offerten. En uiteraard is de volgende stap het uitbrengen van de offerten. Calculeren van de offerte, de kostprijsbepaling die we daar hebben. Daar hebben we hebben een aantal dingen die we daar moeten kijken. We kijken naar het materiaal. We kijken naar het materiaalgebruik. Hoe kunnen we dat inzetten? Hoe efficiënt kunnen we het materiaal gebruiken? Welk materiaal moeten we gebruiken? Welke kwaliteit? Uh, soms is het net iets duurder, kwaliteit. Bijvoorbeeld gaat de buiging wat makkelijker. Nou, als dat uh, 5 euro of 10 euro per ton meer kost, is dat misschien die investering wel waard. Ja. Uh, we moeten de materiaalprijzen weten. Zeker vandaag aan de dag dat je eigenlijk dagprijzen hebt, dan is het zaak dat we actueel zijn met die prijzen. En dat geldt ook voor de inkoop en de uitbestedingen. Uh, inkoop is componenteninkoop. Uitbestedingen is bijvoorbeeld uh, ik heb een lastbedrijf, er moet een oppervlaktebehandeling bij. Dat doe ik niet zelf, ga ik uitbesteden. Maar in totaal is wat ik dan ga doen. Dat zijn de zaken die erbij komen. Medewerkers. Hoe lang doet een medewerker erover? Hoe lang doet de machine erover? Wat zijn de tarieven die daarbij horen? Tijd dat de medewerker, en de, machine, de, medewerker de machine ondersteunt. Die moet ook weer bij het machinetarief meekomen. Ja? Dat zijn een aantal zaken die erbij komen. Wil je deze zaken goed doen. Moet je dus wel heel goed inzichtelijk hebben wat de kostprijs, wat de kosten zijn die je met elkaar maakt in je organisatie. En dan praten we niet alleen over de machine. We praten niet alleen over de medewerker. Maar we hebben ook nog zoiets als overhead. Een afdeling verkoop: een directie uh, als we wat groter zijn. Soms werken ze mee, soms zijn ze heel actief met andere dingen, maar moeten wel de kosten meegenomen worden. Dus uh, het maken. Van een goed overzicht, wat ook wel kostenverdeelstaat genoemd wordt, is heel relevant om daar een keer mee aan de gang te gaan om te weten wat we nou precies zouden moeten berekenen aan onze klanten als we bepaalde handelingen voor hem doen. Machines, bewerkingstijd, op welke machine? Welke machine gaat makkelijker? Maken we, gaan we vrezen, doen we het op een drieassige, doen we het op een vijfassige machine? Uurtarieven zijn niet gelijk, maar we. Uh... We hebben misschien een opspanning minder, waardoor uh, uiteindelijk uh, minder tijd nodig is, waardoor de kostprijs nog gunstiger wordt. De machineuurtarieven aan zich, die moeten gewoon heel helder zijn. Huh? Het uitbrengen van de offerten, bepalen van een marktconforme verkoopprijs. Wat is nou een marktconforme verkoopprijs? Is dat de laagste prijs? Nee, hoeft helemaal niet zo te zijn. Een marktconforme verkoopprijs is misschien niet waar we moeten beginnen. We moeten misschien gewoon beginnen: wat willen we zelf voor dat product hebben? Ja? En hebben we er een goed verhaal bij? Ja? Waarom de klant bij ons zou moeten kopen, dan kun je waarschijnlijk een betere verkoopprijs krijgen dan als we zeggen. Dit moet het kosten, en we vertellen hem verder helemaal niks. We vertellen niks over de complexiteit dat we voor hem doen. We vertellen niks over de kwaliteit. We vertellen niks over de tijdigheid. Nou, als we dat allemaal niet doen, ja, dan komen we per definitie uit op een marktconforme prijs. Want dan kunnen we ons niet onderscheiden. Ligt de voorgecalculeerde kostprijs onder de verkoopprijs? Als dat zo is, kunnen we zeggen: Groen licht, we gaan ermee aan de gang. Is dat niet zo, dan moeten we wellicht afwijzen, Zeggen we, we gaan het niet doen. Ja, is wel heel kort door de bocht. Hebben we veel leegloop, dan is misschien een stukje dekking ook nog wel aantrekkelijk. Dus we moeten wel even kijken naar wat is de bezetting. Uh, moeten we nog wat uh, binnen harken om gewoon mensen aan de gang te houden? Dan is het zaak om misschien dit nog een keer in overweging te nemen. Zorgen voor een correcte offerte tekst. En een correcte offerte tekst is precies uitleggen wat we doen. Maar er hoort meer bij. Er hoort bij: hoe lang is de offerte geldig? Wat doen we met prijsstijgingen gedurende het traject? Zijn die voor onze rekening? Zijn die voor rekening van de klant? Gaan we uit bijvoorbeeld van een calculatie op basis van de dagprijs eh, op het moment van het maken van de offerte. En wordt de werkelijke prijs de prijs van de inkoop. Ja? En als de klant zegt nee dat gaat niet. Dan zegt hij geef mij de opdracht. Dan kan ik je nu de inkoopprijs doorgeven en dan weet je ook wat de verkoopprijs is. Dus je kunt er best wel over moeten steggelen wat dan eh, de correcte tekst zou moeten zijn. Maar zet in ieder geval in de offerte altijd een geldigheidstermijn. En die kan vandaag een dag zijn, vijf dagen zijn, maar geen drie maanden. We weten gewoon niet hoe de wereld er over drie maanden uitziet. Opvolgen van de uitgebrachte offertes is iets wat we eigenlijk zouden moeten doen, en het registreren van de geslaagde offertes. Daarmee weten we ook hoeveel we er gemist hebben. Nou, als we missen, weten we over het algemeen waardoor het komt. De prijs was te hoog. De levertijd klopte niet. Of de order ging op zich bij de klant niet door. Dat zijn de drie hoofdredenen waarom eigenlijk de offerten nooit doorgaan. Maar waarom koopt een klant nu wel bij ons? En daarom wil je eigenlijk kijken om te zeggen van... ...joh, beste klant, waarom ben jij klant bij mij? En als je dat weet, dan weet je wat je onderscheidend vermogen is... ...en dan kan je wellicht aan deze verkoopprijs sleutelen... ...dat je net iets duurder mag zijn dan een ander. Productontwikkeling. Productontwikkeling hebben we eigenlijk in drie smaken. We hebben productontwikkeling van een eigen product. Een eigen product wat wij als organisatie in de markt zetten. We hebben eventueel de productontwikkeling waar we naar moeten kijken. Dat is het product wat de klant ons vraagt, wat hij vraagt specifiek te maken. En we hebben nog een derde variant en de derde variant is eigenlijk heel simpel. Dat is, kunnen wij onze producten aanpassen op de wens van de klant? Maar dan gaan we hem dus eigenlijk anders maken. Ja, en dit laatste, als je daarnaar kijkt, zou je eigenlijk kunnen zeggen: Ik kijk meer naar een productconfigurator. Misschien kan ik daar wel komen. Kan ik onze klanten producten aanbieden die ik middels een configurator eigenlijk in de markt zou kunnen zetten? Ja, maak ik deze ramen, dan kan, kunnen dit maten zijn die anders zijn. De breedte is anders, de hoogte is anders. En uh, zeg maar, ik heb een andere draairichting, ik kan kiepen, ik kan draaien, ik kan allerlei dingen ermee doen. En zo zou je eigenlijk naar veel producten kunnen kijken, kan ik daar een configurator voor maken, als ik tenminste eigen producten heb. Simulatie en optimalisatie. Als je je werkvoorbereiding doet en je hebt die gemaakt, is het verstandig met de digitale machines die we steeds meer gebruiken, om ook te kijken, kunnen we iets gaan. Simuleren, ja, dat we zeker weten dat in het productieproces ook gaat zoals we het voorzien hebben. Ja. Uh, en wellicht, als je daar naar kijkt, kun je ook kijken: kan ik het verder gaan optimaliseren? Want alles wat sneller, eenvoudiger, makkelijker gaat, zorgt ervoor dat je kostprijs uiteindelijk lager gaat worden voor de producten. Dus dat is zaak om daar uh, naar te gaan kijken en daar maximaal gebruik van te maken. Dat zijn dus eigenlijk werkzaamheden wat echt op de werkvoorbereidingsafdeling hoort te liggen. Dit hoort niet op een verkoopafdeling te liggen. Ja, dit is de techneut die zorgt dat de machine uh, maximaal presteert in de, uh, met, met de mensen die het bedienen in de, in de productie. Als we kijken naar offertes, dan kijken we ook naar dit soort zaken: standaardtekeningen. We kunnen die. Opnemen, innemen en daarmee gaan rekenen. Alles wat standaard is, gaat eigenlijk makkelijker dan als we dat uh, iedere keer zelf moeten ontwikkelen. We hebben hier datzelfde plaatje weer en we gaan dan kijken naar de productiekosten. We hebben hier eigenlijk de, de productiekosten, we hebben de productontwikkelingskosten. Deze wordt er nu even ingezet. Hij matcht niet helemaal met het bovenste lijntje, heb ik gezien. Ja, en we hebben uiteindelijk de kostprijs per stuk. Als wij komen met een offerte, moeten we eigenlijk altijd naar een kostprijs kunnen komen, die per stuk is, per tien is, per honderd is. Dat is wat we eigenlijk moeten proberen te krijgen. Ja. Zijn wij, hebben we nou vaak een discussie met, met, met een uh, klant over de prijs. Dan is misschien wel de discussie kunnen we het stuksaantal veranderen, want dan gaan mijn productiekosten gaan omlaag. Dan kan het misschien efficiënter. Ik heb minder omsteltijden, ik heb minder werkvoorbereidingstijden en dat soort zaken. Dus er zijn ook heel veel knoppen waar we met elkaar aan kunnen draaien om het kostprijsoptimum voor die order, voor die klant te te, te proberen te krijgen. En als we dat doen, dan zijn we ook echt in gesprek met die klant, waardoor die waarschijnlijk uh, zich ook serieus genoemd voelt en waardoor je misschien uh, net iets meer kunt betekenen dan een andere leverancier die het eigenlijk over de schutting gooit. Werkvoorbereiding voor de productie. Kijken we van werk uh, werkvoorbereiding voor de productie, dan kijken we naar de inrichting van het productieproces. Hoe is de flow? Hoe staan de machines? Hoe gaan de logistieke trajecten? Ja? We hebben werkvoorbereiding van de orders. Ja? Hoe gaan we die doen? En we hebben de inrichting van het informatiesysteem. Lopen we met papier? Gaat alles digitaal? Gaat het gedeeltelijk digitaal? Kijk maar, hoe gaat het gebeuren? We hebben allerlei opties daarin. Kijken we naar de inrichting van het productieproces, dan hebben we de productielogistiek ja, en uh, productielayout. Vaak gaan we in een hal zitten, wordt een machine neergezet. We groeien, wordt een hal aangebouwd, wordt de volgende machine neergezet. En we zien dus eigenlijk dat we steeds minder uh, effectief worden in het gebruik van onze middelen, omdat er meer logistieke handelingen bij moeten komen. Ja. Zijn er momenten dat je nog een keer een reset daar zou kunnen doen? Nou, voor sommige bedrijven is dat mogelijk. Die kunnen. Zich veroorloven om een nieuw pand neer te zetten. Voor sommige bedrijven is dat heel moeilijk om te doen. Uh, maar als deze goed is, vooral de logistiek, daar valt vaak heel veel extra geld in te verdienen. De productiemachines. Welke machines gebruiken we? Gebruiken we de, de laatste technologie? Gebruiken we misschien de ene laatste technologie? Kopen we altijd nieuwe machines? Kopen we gebruikte machines? Gaan we robotiseren? Gaan we automatiseren? Robotiseren op zich zou geen doel moeten zijn. Robotiseren zou erbij moeten helpen om je kostprijs omlaag te brengen. En als het daar niet bij helpt, is robotiseren heeft geen zin. Werkplekinrichting. Wat is de flow? Ja, ik zit aan de kantbak, kan ik heel makkelijk mijn product pakken, doen, wegleggen. Of moet ik er iedere keer bij lopen? En hoe ver moet ik dan lopen? Dat soort zaken. 5S. Ja? We hebben natuurlijk Lean, 5S... en zo hebben we een aantal van dat soort kreten. maar 5S is van... hoe is het georganiseerd? Is alles netjes? Is uh, de machine onderhouden? Uh, weet de man precies waar hij zijn spullen terug moet zetten? En uh, al dat soort zaken. Dat hoort allemaal bij 5S. Gaan we naar de professionele organisaties kijken... Uh, die eventueel klant bij u zijn... die zullen misschien dit soort dingen gaan vragen op een gegeven moment. Ja? Dus het is wel zaak om een keer erin te verdiepen... om te kijken, wat, wat houdt dit nou in? Kan ik lean doen? Ja. Als ik 7000 keer lean implementeer... heb ik 7000 verschillende implementaties... dat 7000 keer verschillend lean is. Dat moeten we voor ogen houden. Dus lean is altijd bedrijfsspecifiek. 5S is in principe altijd... Bedrijfsspecifiek. Wat het wel is, de filosofie erachter proberen we te hanteren. En die zorgt ervoor dat we professioneler eigenlijk onze werkzaamheden gaan doen. En uh, ja, er zijn bedrijven die zeggen, als je dus niet met dit soort professionele tools werkt, hoe kun je dan professionele producten voor mij maken? Dus dat is, dat is iets waar we nog een keer, uh, zeg maar, wellicht aan moeten gaan denken. En dat is wat anders dan zeggen, ik moet overal voor gecertificeerd zijn. Ja, dat, is, dat is weer een andere vraag. Mallen, matrijzen en kalibers. Dus de productiemiddelen. Kunnen we met mallen werken? Kunnen we matrijzen gebruiken? Ja, als dat kan, dan krijgen we ook management erbij. Wat erbij hoort. Ja, want... Ik maak hem al, ik wil hem dus ook vaker gebruiken. Waar ga ik hem opbergen? Hoe ga ik hem onderhouden? Hoe ga ik hem registreren? Uh, hoe ga ik hem opnemen in mijn werkvoorbereiding? Dat zijn allemaal dingen die erbij komen. En dat geldt eigenlijk voor al dit soort zaken. Ja. Uh, matrijzen zijn controlemiddelen. Dat zorgt dus ook voor betere kwaliteit die uit je organisatie gaat komen. Het is betrouwbaarder wat je eigenlijk aan het produceren bent. En dat geldt uiteraard ook uh, voor, de, voor de mallen en de kaliber zelf. Het gaat hier om de kwaliteit te waarborgen. Uh, maar het vraagt dus ook een heel stuk management eromheen. Dat moet u wel realiseren. Kijken we bij de meest moderne toepassingen, dan zien we dat een hele fabriek inmiddels gesimuleerd kan worden. Nou, dat is wellicht af en toe wat ver gegrepen. Uh, als we dat gaan kijken bij de veel leden van de metaalunie, het zijn vaak toch wat kleinere bedrijven. Maar technisch gezien zijn we inmiddels in staat om dat soort dingen te doen. Uh, dit helemaal te laten functioneren uh, in, een, in een demo modus of in een simulatiemodus. En dan zien we vanzelf waar dingen misgaan. Wil je optimaliseren in je fabriek? Dan is dit wel een middel om te gaan kijken. Zou ik dus meer uit mijn fabriek kunnen halen, maar dan is dat een gerichte actie om bepaalde problemen op te lossen. Werkvoorbereiding van uh, de orders: de benodigde materialen. Die moeten we eigenlijk gaan doen. De benodigde gereedschappen. We hebben. Verschillende diktes staal die we moeten lassen. We hebben verschillende diktes uh, die we moeten snijden. Verschillende nozzels. Wat hebben we nou nodig bij die machine? Ja. Uh, moet wel bekend zijn op het moment dat we die orders, uh, dus gaan werk voorbereiden. Daar moet het uitkomen, want op het moment dat het nodig is, moet het bij die machine zijn. Benodigde bewerkingen en bewerkingsvolgorde. Dus wat is de logische volgorde om mijn product te gaan maken? Heb ik dat in beeld en kan ik dat monitoren? Het programmeren van de orders. En als we praten over programmeren van de orders, doen we dat helemaal manueel of kunnen we dat ook al een stuk geautomatiseerd doen? Er zijn steeds meer applicaties waar we zien dat dat geautomatiseerd kan worden. Uh, we hebben verschillende soorten robots. We hebben robots die we kunnen leren door hem eigenlijk uh, zeg maar te teachen handmatig en dat hij dan handelingen kan doen. Wat is de repeteernauwkeurigheid? nauwkeurigheid? Nou, dat zijn allemaal issues die hierbij aan de orde komen. Voorinstellen van gereedschappen. En als ik praat over voorinstellen van gereedschappen, dan wil ik zeggen, ik heb hier zoiets klaargemaakt wat ik in één keer in de machine kan zetten en niet in de machine zelf hoef op te bouwen. En dat zorgt ervoor dat die machine dus veel effectiever kan zijn. En uiteindelijk gaat het om de tijd die we met elkaar nodig hebben om die producten te maken. En, uh, ja, daar kan iemand gespecialiseerd zijn om die, die samenstelling van die gereedschappen te maken. En die kan dat niet voor één machine doen, maar die kan misschien dat wel voor zeven machines doen. En zo zijn er heel veel voorbeelden te noemen. 3D modeling, model based definition. Hier zo hebben we het model. We kunnen daar allerlei attributen en elementen aan hangen. om dat dus automatisch te laten gebruiken. Als we dat doen, kunnen we. Uh, op dit moment al gaan naar automatisch programmeren van verschillende processen. Als we praten over inrichten van de informatiestroom, de tekeningen. Tekeningen aanwezig en volledig. Ik zie vaak dat iemand nog even met de tekening terug naar kantoor gaat. Dat houdt eigenlijk in dat de werkvoorbereiding niet compleet geweest is. Ja? Dus kunnen we die volledig krijgen? Zijn de toleranties vermeld? Ja? En er moet dus eigenlijk geen toelichting meer nodig zijn op het moment dat hij op de werkvloer is. Daar zo. En daarbij is natuurlijk evident dat de maatvoering eh, gewoon heel eenduidig moet zijn en duidelijk. Opzetten van de werkinstructies. Als we praten over opzetten van de werkinstructies, moet dat ook duidelijk zijn. Kan digitaal, kan op papier, maar het kan ook met foto's. Wat wij zien is dat veel van de productiemedewerkers een hekel aan lezen hebben. Ja? En dan werk eh, vaak een foto maken werk beter dan eh, veel tekst neerzetten. Uh, maar soms kom je niet onder lezen uit. Maten moet je lezen. Dat, uh, dat is nu eenmaal zo. En als we kijken naar de controlelijsten... is wat moet er gecontroleerd worden, hoe moeten we controleren en hoe gaan we het vastleggen? En dat vastleggen kunnen we ook weer gebruiken om aan de klanten te geven. Dus dat zijn zaken die allemaal horen bij het inrichten van de informatiestroom die daarbij te pas komen. En dan de productieorder zelf. Die is wel of niet noodzakelijk. Ben je gedigitaliseerd, heb je een digitale fabriek, dan gaat die automatisch naar de werkplek toe waar die nodig is. Op een digitale manier niet. Dan zul je een mapje moeten hebben waar papieren in zit, En dan zal die waarschijnlijk met het materiaal meegaan naar de volgende werkplek. En dan is er iemand verantwoordelijk dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Digitale tekeningen. Dit is de oude manier. Dit is een manier, een nieuwere manier die je kan. En dat kan nog verder gaan met gewoon tekeningen die je maakt met SolidWorks, stepfiles en dat soort zaken. Wat we ook zien opkomen is uh, augmented reality. Ja? Als wij zien wat hier moet gebeuren, dit moet wat aan gebeuren, dan wordt hier in de bril getoond wat er moet gebeuren. En heb je dus eigenlijk je werkinstructie op een andere manier uh, naar voren gebracht. Dit wordt op een aantal plekken uh, in, uh, gebruikt. En dit zal. In de komende jaren zal dat, denk ik, best wel veel terrein gaan, wennen, uh, gaan, uh, gaan winnen. Uh, ik weet dat Google, uh, maar ook uh, Facebook, Meta, is daar, uh, is daar ook mee bezig uh, om dat soort uh, dingen te doen. Ik heb uh, zelf uh, toevallig een week of twee geleden geconfronteerd met zo'n bril: dat iemand rondliep en uh, alles aan het opnemen was. Uh, en het enige wat je zag, had een heel klein groen puntje. Uh, en, uh, maar hij kon ook weer afspelen en, en je kon weer in zijn scherm kijken. Dus het is echt heel dichtbij uh, en wordt betaalbaar op dit moment. Uh, het kan een heel handig hulpmiddel zijn, uh, wat makkelijker is, uh, waardoor mensen niet meer hoeven te zoeken in de papieren, dat ze op het juiste moment de juiste informatie naar voren krijgen. We hebben planning: wat is de gewenste levertijd? En dat kan ook spoedlevertijd zijn. Ja? Wat is de productiecapaciteit? Dan kijken we naar machines, we kijken naar medewerkers en we kijken naar de combinatie van dat geheel. We kijken naar de opvolging en de productievoortgang. Uh, waar zit het nou? Hoe ver zijn we? Hebben we vertraging? Kunnen we er meer in? Dat zijn dingen die eigenlijk allemaal bijgestuurd zouden kunnen worden. En daarmee zijn we dus ook de planning aan het aanpassen. En uh, dat uh, kan alleen met actuele informatie. Dus hoe meer vastgelegd wordt, hoe actueler we zijn, hoe sneller we kunnen inspelen op de verandering die noodzakelijk is. Het makkelijkste is uh, om dat uh, digitaal te monitoren. Nou, je kunt daar heel netjes een dashboard voor maken. Maar je kunt ook gewoon een werkplanning maken. Er is speciale software is daar inmiddels voor te krijgen. Er zijn programma's. Uh, Ridder heeft het ingebouwd. Uh, plan de campagne is ook bezig om het in te bouwen. Ik weet dat er uh, pakketten zijn, uh, zoals Propos, uh, die, die dit echt helemaal inzichtelijk maken en daar terminals op werkplekken bij nodig hebben. Je kunt daar heel ver in gaan. Uh, maar wat wij wel zien, is hoe verder je gaat, dat in heel veel gevallen, eigenlijk in de meeste gevallen, de productiviteit en de effectiviteit van de organisaties wel verbetert. Inkoop en uitbesteden, inkoop van materialen en standaard hulpgereedschappen, iets wat iedereen moet doen. Inkoop van onderdelen en processen, en we hebben de uitbestedingen van de werkzaamheden. Uh, ja, kijken we hiernaar, dan zien we dat uh, de betrouwbaarheid van het krijgen van de onderdelen van uh, andere partijen en uh, de uitbesteedwerkzaamheden de laatste tijd best wel onder druk gestaan hebben, het laatste jaar. Uh, door materiaaltekort, door allerlei tekorten, personeelstekort is nu een issue op heel veel plekken. Uh, ja, we worden er best wel mee geconfronteerd. Digitale koppelingen met partners, uh, materiaalleveranciers, er zijn steeds meer uh, staalhandelaren, maar ook uh, een, een, een February, een Wurt uh, die zeggen van: je kunt met ons koppelen. Uh, die koppelingen kunnen uh, gemaakt worden en die kunnen juist, uh, zeg maar, uh, in de werkvoorbereiding de mensen ontlasten dat ze niet met dit soort dingen bezig hoeven te zijn. Uh, geautomatiseerde bevoorrading, kan bansystemen en dat soort zaken. Uh, ja, uh, als je daarmee werkt, uh, de kans dat je mis gaat grijpen wordt veel minder. Dus de verstoring binnen je processen wordt daar ook mee veel minder. Vanuit de productconfiguratie eh, kan automatisch besteld worden. Ja, dat kan dagelijks, dat kan wekelijks. Eh, en daarmee zie je dat eh, eh, het veel efficiënter kan. Digitaal overleg met klanten, toeleveranciers en andere partners. Nou, dan praat je eigenlijk over XML-EDI-interface. Maar ik vind dit wel heel mooi. Maar ik zou er wel op aandringen om in ieder geval met klanten te blijven praten. Niet alleen digitaal. Want je wilt ook weten hoe die dingen ervaart en hoe die er naar kijkt. Als we naar de conclusie kijken, dan kan digitalisering heel veel brengen op de werkplek van de werkvoorbereider. Routinematige werkzaamheden kunnen eigenlijk geëlimineerd worden door automatisering. Specifieke werkzaamheden. Zijn specifieke kwaliteiten zullen eigenlijk nog altijd van toepassing blijven. Sommige werkzaamheden kunnen effectiever gedaan worden op een ander werkterrein. Denk aan inkopen. Veel organisaties uh, zeggen, ik ja, kan maar geen inkoper uh, uh, permitteren, dus de, de werkvoorbereider doet dat. Maar als het heel duidelijk gespecificeerd is, is er misschien wel iemand anders in de uh, onderneming die het zou kunnen doen, waardoor die werkvoorbereider uh, beter... Uh, zijn werk kan doen. Ja? Dus, dit alles biedt steeds meer ruimte voor de werkvoorbereiders om met die dingen bezig te zijn. Wat de organisatie verder helpt, wat de productie verder helpt en wat eigenlijk het verdienvermogen van de organisatie verder helpt. En uh, daarmee uh, ben je dus ook je uh, concurrentiepositie aan het versterken. Ja, dit alles uh, kun je navragen. Je kunt verdere informatie krijgen bij TechNow. TechNow uh, uh, doet verschillende dingen. We hebben de boekjes, we hebben de bijeenkomsten aan de masterclasses. U kunt daar lid van zijn, u kunt daar uh, met zonder erg veel moeite binnen MetaalUnie aan, uh, aan, uh, aanmelden. TechNow is een onderdeel uh, van MetaalUnie, dus het communiceert uitstekend met elkaar. Uh, en uh, hier ziet u een aantal dingen in de komende paar weken, wat er gewoon gepland staan. En uh, mocht daar dan interesse zijn, uh, kunt u inschrijven op zoiets. Uh, wilt u individueel zijn, kunt u ook TechNow benaderen en kunnen ook individuele afspraken gemaakt zijn. Voor mij was dat het over effectief werk voorbereiden. Daar kan veel en veel meer over verteld worden, maar dan wordt het eigenlijk bedrijfsspecifiek. En dan komt er een andere... Bijeenkomst en die wordt dan individueel. Bedankt voor uw aandacht. Als u vragen heeft, mag u me aanschieten.